Oh! Ai, ai, ai. Oh, jezus. Dat is maar een schrammetje. Dat is maar een schrammetje. Dank je. Wow, wow, wow. Pink Car Gang, let's go! Jeepla! Een raceknop, hè? Schone natto, jong. Jij hebt een schone natto. Nee, jij hebt een schone natto. Oké. Okay. Hij voelde het niet. Hij voelde het niet. Je moet gaan tanken, pijs ik. Ja, fuck hè. Godverdomme. Wat was dat nu weer? Je kunt blijven achteruit rijden of zoiets. Oh, pff. Ik zal gewoon de vlieren flutters bellen. Ah nee, shit, die waren er niet. Fuck. Waaai! Waaai! Klote. Do it! Easy, oké, okay, nu moet ik gewoon... Just do it! Nee, wacht. Een beetje... Nee, allee man, no, ik kan zo... No, what are you waiting for? Nee, wacht, oké, okay, ik moet me eerst een beetje omgekeerd zetten. Oké. Yes, you can! Ik weet, ik ga die gewoon hier zetten. Voilà. Kijken of er een taxi is. Services, taxi, geen taxis beschikbaar. Het is hier zo kalm. Ik zoek een taxi aan de flikken. Politie. Zeker niet. Ik zoek een taxi aan de politie, zeker niet. Maar... Jawel. Fucking rare reactie is dat nu weer. Shee! Oh, goeiedag. Ik ben enorm fan van jullie werk. Ja, dat is zeker, man. Oh, amai. Wat is dat hier? Ah. Hey. Had er iemand een lift gevraagd? Ah ja, ik. Dat vind je. Weet jij een plekje waar dat wij benzine kunnen kopen? Ik weet het. Benzine? Ja. Wat doe jij in het leven, jong? Gewoon niet veel. Wiet verkopen, banken overvallen. Amai. Jij bent wel heel goeie mof. Nee, maar dat is serieus, wat doe je echt? Ja, dat. Dus jij geeft hier gewoon even openlijk toe aan criminele activiteiten, of wat? Zeker. Ik kan je vertrouwen, een Pink Car Gang, hè? Pink Car Gang, ja, sorry, je weet mij wel te vinden, dat is ook juist. Hey Frits van Berenstein, bedankt voor het volgen. Als je snitcht, ja. Ik denk niet dat je dan nog een pink car hebt. Ik snitch niet, jong. Kun je mij vertrouwen. 12 seconds later. Oh, pas op! Oh! What the fuck? Zotten! Ah, amai. Waar koop ik dat hier? Nou, je kunt dat hier kopen, maar ik denk niet dat dat voor een auto is eigenlijk. Volgens mij ga ik dat misschien wel kunnen vullen, die jerrycan. Kunnen wij nog even van het uitzicht genieten, of wat? Wat? Zet u even naast mij hier, jong. Ik zie dat jij wat ontspanning nodig hebt. Kun je hier politie? Oh, what the fuck is dat hier allemaal, hè? Nou, we zijn hier aan het genieten van het zonsondergang. Kom je meedoen? Wie is meneer Gianni Spontani? Gianni, die is hier daarnet gepasseerd, hè. Ja, die persoon heeft blijkbaar een melding gemaakt van de slot die mensen hem verricht. En ik zie hier reet wel leken, dus...
zijn met de helm. Wat een slechte flik. Ja, oh. Nee, het was hem. Hij heeft al die mensen omver gereden. Je vuile zot. Maar jongen. Je bent niet waard voor in een roze notto te zitten. Kom, kijk meneer. Tussen nu en ik. Ik ben ook geen fan van fucking snitches, dus... Wat? We zwemmen van de brug. Wat? Hoi, hey, hier. Fucking corrupte flikken, jongen. Ik moet gewoon opgaan. Opgaan in de omgeving. Godverdomme, nu zit ik hier, hè. Was dat... Wie was dat? Gianni? Oké, okay, hoe kunnen we dit oplossen? Even denken. Oké, okay, ik zal wel al veilig zitten, denk ik. Oh, shit. Ja, hallo, met Gianni van Gianni Marketing. Ja, Gianni, met Tom Houwe. Ik denk dat hier ene uw auto aan het kapot slaan is. Kunt jij anders op zijn gezicht slaan? Ja, dat is het probleem. Dat gaat niet, want ik moet mij een beetje gedragen. Waarom? Ik geef u het 50 euro. Maar als ik u nu kom halen, en dan kunt jij op zijn gezicht slaan. Er is al iemand op weg voor mij, maar kunt je niet de politie... Waar is het aan het gebeuren? Aan het politiebureau, maar er is geen politie in dienst. Maar wat is dat met die flikken? Holy shit. Oké, okay, ja, merci voor te bellen. Spontani. Dus dat is uw auto hier? Ja, maar ik had hier niet zo gezegd. Er was een zot die mij aan het stalken was. Ja, voilà, dat is wat ik wil weten. Er is iemand dat mij heeft verteld dat er op water werd geklopt met een koevoet. Ja. Dus... Dat is waar. Heb jij iemand bij iemand wat bloed gezet of zo? Want ik heb ook bij die een die discussie die verhaal is gegaan. Die een Ossas, ik weet niet wat dingetjes. Dat is echt een vuile zot. Ik was daarmee, die ging mij aan de pier afzetten en die rijdt daar gewoon onschuldige mensen omver. Maar waarde jij niet die flik dat dan is langsgekomen en zei dat je niet van snitchen zouden of zo? Wat? Ja, er kwam daar... Ik ben inspecteur, ik ga niet op bezoek bij mensen om te zeggen dat ik niet van snitchen zou. Ik weet niet... Nee, ik had u gebeld trouwens. Ah, wel, dat was die man die kwam te zeggen dat er een koevoet merci man, merci. Ah, wel ja, dat is die een Ossus, ik weet niet wat dingetjes. Ah, die rijdt met een roze Karuma. Een roze Karuma, die heb ik al zien passeren. Zou ik klacht kunnen indienen tegen die persoon? Vind jij zeker? Ah, hij is hier gewoon! Voilà, misschien wil hem stappen. Misschien wil het testen. Maar... Hier, wil je eens even uitstappen, alstublieft? Waarom? Dat vraag. Omdat de politie het u vraagt, misschien? Amai, geen respect voor de autoriteit, hè? Meneer, komt eens van de weg. Amai, die is gewoon weggereden. Sommige mensen hebben geen respect meer voor de arm der wet, hè? Maar ik zou de arm der wet dan wel een keer laten voelen, vind ik. Mag ik niet van de baas en van de regels en zo? Maar, gaat je die nu gewoon laten gaan en niks eraan doen? De politie is een bureaucratie, vriend, ik bedoel. Oh, luister! Echt? Ik werk nog altijd voor de gemeente, hè? Maar wilt je nu een klacht neerleggen of niet? Hey, het zal wel zijn dat ik een klacht wil neerleggen. Wat is dat? Dus, ja. Ik had een lift nodig naar... Wow. Ik heb het nu al twee keer gezegd. Het is een bureaucratie. Ik moet even mijn document herhalen. Oh my god. Naar de klerenwinkel. Vermomd u maar. Jogov. Wat? Gewoon een masker is goed, jong. Ja, oké. Heb je nog emoteslots? Nee, ik kan wel altijd eventjes wegnemen. Oh, putain, wat is dat hier? Uitstappen, nu! Uitstappen, meekomen nu! Meekomen. Snel, lopen.